Het is weer tijd voor een gesprek met. Je hebt het allemaal kunnen beleven natuurlijk via de radio en ook andere media, de sportverkiezingen. Voor de eerste keer werd het in het leven geroepen, de clubmannen. En het zou clubvrouwen kunnen zijn, maar dit keer zijn het de clubmannen. En we hebben één clubman inmiddels gevonden. We praten hier met Marinus Barneveld. Marinus, om als eerste te beginnen, wie is Marinus Barneveld? Ja, Marinus Barneveld is woonachtig hier in de Heikamp. Al jaren lid van de volleybalvereniging. Geboren in 1959. Op mijn 13e, 14e begonnen met volleyballen. En ik ben er nog steeds mee bezig. Dus, wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, ja, ze zeggen accountmanager, maar het is gewoon vertegenwoordiger, inkoper. Ik zit bij een van de grootste metaal recyclingbedrijven van Nederland. Ja, dat zit in Harderwijk, hè? Ja, klopt. En je bent het levens geschiedenis doorgaan. Was je vroeger een kwaad jongen niet? Nou, niet wat ik me zo kan herinneren, dat de mensen nog steeds kwaad over mij spreken. Volgens mij niet, hoor. Nee. Volgens mij niet. Nee. Ik weet wel dat ik het aardigste jongetje van de klas was. Je deed wel eens dingetjes wat eigenlijk niet mocht, hè? En noem eens wat, zoals bijvoorbeeld. Ken je de piraterij nog van vroeger? Ach ja. Zo'n kleine MRF 37, joh, dat stelde toen nog niet zoveel. Nee, maar wel leuk om te doen. Ja, hè? Leuk. Hoe kom jij bij volleybal terecht? Hoe kom ik bij volleybal terecht? Zoals gezegd, ik was een jaar of 13, 14. Je komt vanaf de lagere school naar de middelbare school en je zoekt wat. En een paar vrienden van mij die zaten al op volleybal. Toen destijds zat ik op voetbal. Via schoolvoetbal ben ik bij voetbal terechtgekomen. Alleen trainers was een beetje komen en gaan bij WRC. Dat was niet zo happy. Dus dan zocht ik wat anders en zodoende ben ik bij de volleybal terechtgekomen. Het was een makkelijk ook nog, want ik ben opgegroeid in de Kerkweg. Ja. En er tegenover is de volleybal eigenlijk begonnen in de oude zaal. In die kleine gymzaal. In de kleine gymzaal van de Kerkweg. Dat klopt, ja. Daar ben ik ook begonnen. Ja. Ja, dat was een makkelijke weg oversteken en ik was er. Kom je uit een sportfamilie af? Nee, totaal niet. Nee, absoluut niet. Nee. Het is uit jezelf ontstaan, zeg maar. Ja. Nogmaals, een beetje begonnen met schoolvoetbaltoernooi. Zodoende bij WRC gebleven. Een paar jaar keeper geweest. Ja. Een paar jaar voorstapper geweest, maar toen zoetjes aan. Kom je in een vreemd pakhuis als je, je bent nog jong natuurlijk, maar dan kom je bij een volleybalclub. Kom je dan in een vreemd pakhuis of zeg je, ik was heel snel gewend daar? Nou, ik was wel vrij snel gewend, want je hebt toch met leeftijdsgenoten te maken en je kende weer wat terug van het voetbal. Ja. Maar zakelijk ook, klasgenoten niet, maar wel leeftijdsgenoten. Dus het was geen onbekend terrein voor mij, tenminste de mensen niet. Het spelletje wel natuurlijk, want dat moest ik zelf ook leren. Dus daar ben ik letterlijk vanaf onderaan begonnen natuurlijk. Uiteindelijk heb je het onder de knieën, ben je dan een prestatieman dat je zegt, het zal moeten gebeuren? Ja. Op een gegeven moment wel, dan bereik je een periode, daar ben je 17, 18, 19 en je mede-teamgenoot ook natuurlijk. Ja, een goede trainer erbij en dan ga je ervoor en dan wil je alles. En we hebben ook voor ons kunnen bereikt wat we bereiken wilden, is allemaal, Maar dan ben je bezig, je hebt teamsport, je hebt verplichtingen naar elkaar natuurlijk. Het is niet zo dat je dan maar eens een avondje niet kunt. Je gaat voor elkaar, je bent een team van 7, 8, 9 man. Ja. Dan moet je niet versterkt lijken. Waar was jij goed in volleybal? De aanval, hè. Ik stond altijd twee keer links voor en één keer rechts voor, zeggen ze dan. Volleybal heb je met posities te maken. Rechts achter, rechts voor, mid voor, links achter en middag. Ze zeggen wel eens, lange mensen hebben een voordeel met volleybal, want dan kunnen ze meer kracht kwijt qua techniek, maar ook qua service en afmaken. Je hebt natuurlijk wel een voordeel. Is dat zo? Ja, natuurlijk, je hebt een voordeel. Ik ben 2 meter, de net hangt op 2,43, dus ik hoef mijn handen maar uit te steken of ik sta al boven de net natuurlijk. Maar iemand van 1,80, die heeft er meer moeite mee. Maar hoe langer als je bent, des te meer kracht je nodig hebt om dat gewicht naar boven te brengen natuurlijk. En iemand die lichter is, die heeft er minder moeite mee natuurlijk. Ja, dus, je hebt ook een naam doorgekregen, hè, door die harde service en... Dat zeggen ze wel, Als een knalscorer, hè? Achteraf hebben de mensen het erover, maar dan hoor je wat sommige dingen teweeg brengen. Maar goed, een paar harde balletjes, keihard in het veld, maar ook eens keer keihard tegen de achterwand hier van de kamballen, hoor. Dus dat gebeurt ook wel. Ja. Hoeveel jaar heb jij in het eerste gespeeld eigenlijk? Hoeveel jaar heb ik in het eerste gespeeld? Heel wat jaren denk ik. Ik denk... het is een beetje in twee periodes. Hè. Ik ben er eventjes anderhalf, twee jaar tussenuit geweest. Heb ik in Zwolle gespeeld. Ja. Hebben ze gevraagd dat ik mee ging naar Zwolle. Was destijds, had het toen te maken met de,
met een soort fusie van VCK met Torbeck. En Torbeck kwam toen uit Zwolle. Ja. En die zaten alle twee een beetje in personeel problemen wat betreft het eerste. Dus we hebben zo, ja, een paar jongens van Torbeck en een paar jongens van VCK, die zijn toen gefuseerd. Dus zijn we naar Zwolle gegaan. En dat heeft dat jaar daarop weer geresulteerd in het, ja, ik zeg wel eens het huidige volleybal in Zwolle. Maar toen had je dus voor de eerste keer Zwolvok 81, ja. Zwolse volleybalcombinatie. En dat was dus een combinatie van verenigingen in Zwolle en omgeving. En ja, zodoende ben ik daar in het eerste terechtgekomen. Maar ik zeg, toen had ik na anderhalf, twee jaar weer bekeken. En toen wilde ik weer terug naar huis, zou ik maar zeggen. Ja, lekker terug naar Wezen. Ja, toch weer. Ja, toch een andere omgeving. Maar toch, dit beviel me beter. En zodoende ben ik vanaf 82, 83 hier weer in Wezen terechtgekomen. Ja. En heb je spelers die altijd bij zijn gebleven hier in Wezen? Ja. Wij hebben, dat is onze kracht ook wel een beetje geweest. Dat we een constant team gehad. Natuurlijk, ja. Ja, je hebt altijd wel wat verloop van één of twee spelers. Maar ja, een soort harde kenwerk, zeg maar. De mannen 4, 5, 6 waren gewoon vaste waarden in het team. En dan kun je er wat mee natuurlijk. Ja, jullie hadden een heel sterk bezet in VZK. Want uiteindelijk gingen spelers weg omdat ze betaald werden. Hè, uiteindelijk. Ja, betaald. Dat was ook in die periode, jaren 80, jaren 90, ja, niet echt betaald. Het werd wel zo in de volksmond gezegd, maar ja, als de spelers weggaan en ja, ze houden hun autosleutels voor de neus. Ja. En dan krijgen ze een autootje van de sponsor om maar geen reiskosten te betalen, maar dat de sponsor de auto betaalt. Ja, dan is de verleiding groot voor die jongens, hè, van 17, 18, 19 jaar natuurlijk. Ja. En dan misschien het niveau 1, 2, 3 stapjes hogerop. Ja, dan is het verleidend natuurlijk. En ja, op die manier zijn wij wel wat spelers kwijtgeraakt, ja. Waar is jouw speler bijgebleven bij VZK, speler zijnde? Als speler zijnde? Ja, heb je momenten daarin dat je zegt, van, dat zal ik nooit vergeten? Ja, natuurlijk diverse kampioenschappen. En met name ook in het eerste gedeelte, dat we echt prestatief bezig waren. Ja. Dan praat ik over de jaren 80 onder leiding van Frans Bultink. Ja, dan was je echt prestatief bezig. Eindronde oostelijke kampioenschappen gehaald in Emmen, de halve finale, maar ook bekerfinales gespeeld. Dat was gewoon geweldig. En in die tweede periode, de jaren 90 was dat, ja, dat was meer met plezier. Maar ook dan, als je één keer in het veld staat, ja, dan wil je winnen. Dan is het plezier, plezier is weg, dat bleef altijd wel, maar ja, dan wil je winnen. Jij loopt niet weg als speler, ja, eigenlijk bij VZK weg als speler. Sommigen die zeggen, ja, vaarwel, ik heb mijn jaren gehad, tot ziens. Maar dat heb jij niet gedaan. Je bent doorgegaan, je hebt van allerlei functies. Ik ben één keer, wat ik zeg, één keer bij de frame gegaan naar Zwolle toe in de jaren 80, 81. Wat ik net zeg, in de voorloper van Zwolle 81. En ik ben destijds wel eens een keer door een vereniging gevraagd hier uit de buurt. Maar daar heb ik niet op, ben ik niet op ingegaan. Ik ben gewoon lekker in Wezen blijven ballen. Ja. Ja. En na het ballen, ja, ga je met plezier verder. Maar je hebt de functies bij, je doet nog meer bij VZK, hè? Ja. Heel wat, ja. Ja, sinds 2006, 2007 ben ik ook scheidsrechter. Ook een beetje opgebouwd. Eerst ben je een beetje voor je eigen vereniging aan het fluiten natuurlijk. Ja. Dan krijg je gewoon een interne opleiding van 1, 2 avonden. Dat stelt allemaal niet zo op zich voor. Maar ja, ik wilde wel eens een beetje hoger op. En dat had toen ook te maken met het feit dat ons herenteam dermate hoog speelde. Derde divisie, tweede divisie. Dan heb je als vereniging zijn, dan heb je een leveringsplicht, wat ze dan heten, al voor wat betreft scheidsrechters. Ja. Ja, en dan ja, moet er 1, 2, moet hoger, moet van een hoog niveau zijn om te fluiten, of hoger niveau. En we hadden er 1, Johan Heink, maar ja, we moesten er 2 hebben. Daar heb ik mezelf ook maar opgeofferd. Of opgeofferd. Ja, ik vond het ook leuk om te doen. Dus, ja. En zodoende konden wij ook dat niveau blijven spelen, want zo niet, kon je niet voldoen aan die leveringsplicht. Dan wordt je team wordt teruggezet naar de lagere klasse. Dus vandaar heb jij dat op je genomen? Ja, inmiddels is dat niet meer van toepassing. Leveringsplicht is er nog wel, maar niet voor ons, omdat we dus niet meer zo hoog spelen. Tenminste, onze eerste herenteam speelt niet meer zo hoog. Maar ik blijf gewoon lekker doorfluiten, joh. En van die leveringsplicht heeft Blauw-Wit Oldenbroek wel weer gebruik van gemaakt. Die hadden mij een half jaar, een jaar geleden al eens een keer gevraagd. Vriends, wil je niet voor ons fluiten, dit en dat. Maar die fluit, die spelen wel iets hoger, die spelen derde divisie. Ja, dan heb je ook weer die leveringsplicht. Ja. Niet genoeg scheidsrechters, dus hebben ze mij gevraagd. En daar ben ik ook op ingegaan. Ja, als ik nou voor Blauw-Wit fluit of ik fluit voor VZK. Maar jij doet ook administratieve dingen eromheen, hè? Ja, wedstrijdsecretariaat doe ik ook. Dat houdt in
Ja, ten eerste moet je weten welk aantal teams je hebt. Dus je werkt nou samen met de technische commissie. Ja. Ja. Dan plan je de teams in wanneer ze kunnen trainen, maar ook de wedstrijden natuurlijk. En ook weer, hoeveel uur heb je tot je beschikking in de kanbal natuurlijk. Want als je 7 of 8 teams hebt, ja, die kun je niet allemaal tegelijk laten spelen. Nee. Dus je hebt een thuisprogramma en je hebt een uitprogramma. En dat moet allemaal een beetje met elkaar matchen. Plus daar weer dan rekening moet houden. Welke trainer is dat? Veel trainers van de lagere teams, die spelen zelf ook weer. Ja. En ja, dan moet je weer kijken, jongen, ja, maar als die traint, ja, dan kan die niet spelen. En als die speelt, kan die niet trainen. Dus ja, dat is een beetje puzzel altijd. Maar altijd wat leuk om te doen. Maar kun je dat wel combineren met je werk, je dagelijks werk? Jawel. Is wel te doen. Ja, overdag ben ik niet meer zo mee bezig. Niet meer zoals vroeger, laat ik zo zeggen. Nee. Maar in de avonduren, dan begint het weer. Moet ik ook zeggen, ja, ik heb 2 keer dan de periode van de technische commissie gehad. Maar dan ben je er wel iets drukker mee bezig dan de laatste jaren. Ja. De laatste jaren hebben ze mij wel gevraagd om in de technische commissie te komen, maar nee, dus ik heb 2 keer die periode gehad en nou maar eens eventjes rustig. Wat, met wat ik nu doe, dan heb ik mijn handen vol aan natuurlijk. Ja. Plus dat ik zelf nog speel, zelf nog train. Ja, en dan blij bezig. En dan de zaterdagse wedstrijdje fluiten, dus dan maak ik de uren wel vol voor Vissegaard. Het leuke bijkomstigheid is natuurlijk ook dat je beide dochters, ja, die zijn actief, hè, binnen Vissegaard. Ja, ja, ja. En doen het niet verkeerd. Nee. Zowel de oudste als de jongste spelen alle twee in dames 1. Ja. Ja, dat is mooi. En dan, en als je dan zelfs nog eens een keer op de box zit of staat om te fluiten, is het helemaal mooi natuurlijk. Ja, dat, ja, doet je wel wat als vader, denk ik. Ja, natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is. Ja. Wat er is. En, hoe zijn die erbij gekomen? Ook puur door pap of hebben ze zelf al gevolg gehad? In feite wel. Kijk, op de zaterdagmiddag als ik hier bij Heren 1 ging kijken of dat ik zelf moest spelen, en dan nam ik de kinderen wel eens mee. Nou ja, de ene keer dan lopen ze gewoon in de zaal, en de andere keer bleven ze op de tribune zitten. Dus ja. Ik denk dat zodoende een beetje is blijven hangen, dat ze zelf ook wel willen spelen. Maar we hebben ze nooit iets verplicht, nee. Altijd nog vrijwillig. Ja. We hebben wel gezegd van, als je eraan begint, dan maak je minimaal het seizoen af. Nogmaals, wat ik in het begin ook al zei, het is een teamsport. Ja. Je moet het met z'n allen doen. Dan stop je ermee, dan benadeel je team, dus dat moet je niet doen. Dus. Maar nogmaals, altijd zonder enige verplichting. Ik heb nooit gezegd van, je moet dit, je moet dat gaan doen. Nee. En ze doen het nog steeds, dus hartstikke mooi. Ja, dat is leuk. Ja. En wat was jouw hoogste divisie eigenlijk, wat jij zelf persoonlijk hebt gespeeld? Wat ik zelf gespeeld heb is tweede divisie. Tweede divisie. Dus vergelijkbaar met de huidige tweede divisie. Ja. Ja. Ja, dat was, dat was wel een opgave, want het is hard trainen. Minimaal twee keer in de week trainen. Voor die tijd, voor 81 dan nog. Dus toen trainde zelfs onze destijdse heren 1 team nog in het harde. Niet eens de kanbal, in de beent, in het harde. Ik denk dat sommige mensen die naam nog wel bekend in de oren kunnen klinken. Maar toen moest je dus 2 keer in de week naar het harde. En wij hebben zelfs in die periode daarvoor zelfs met de jeugdteams moesten we naar de Stilohal in Zwolle. Ja. Daar zit tegenwoordig volgens mij CBR of zo. Zit daar, ja, van alles zit daar tegen. Ja, op de oude pakketvloer, daar speelden wij onze wedstrijden. We hebben overal gespeeld. Dus, ja. Nee, maar inderdaad, het hoogste wat ik gespeeld heb is tweede divisie. Dan komt een moment natuurlijk, je bent 22 jaar als ik wel heb bij VZK actief. Of nog langer? 22? Nee, 42. 42 jaar, sorry. Ja, ja, ja. Ben jij al actief? Ja. En dan, dan komt het moment, de clubman wordt dan in het leven geroepen tijdens de sportverkiezingen. En dan staat Marinus Mannenveld in één keer in een zaal. Had jij verwacht dat jij daarvoor de man zou zijn? En uitgekozen werd hiervoor? Nee, totaal niet. Nee. Ik werd anderhalve week daarvoor benaderd door onze voorzitter. Marinus, we willen je nomineren voor clubman. Ja, wat moet je dan zeggen? Ja, het was om nee te zeggen natuurlijk, maar ja als jullie dat graag willen, dan doe ik dat. Dan zal ik zorgen dat ik er aanwezig ben. Maar nogmaals, als je genomineerd wordt of bent, dat wil niet zeggen dat je het wordt natuurlijk. Dus, dat was... Tot kwart voor 18 voor 18 avond was het nog steeds een volledige verrassing voor mij. Leuk, hè? Ja, het was super geregeld. Ja, dan krijg je die penning. Wat voor een gevoel heb je dan? Wat krijg je van gevoel? Dat je op deze manier eigenlijk een waardering krijgt vanuit, je mag het wel stellen, van alle burgers uit de gemeente Oldebroek. Ja. De penning wordt gekozen uiteindelijk en vergeven door de burgemeester. Het is natuurlijk een cliché antwoord, maar het is gewoon zo, dat is een stukje waardering van wat je doet, of wat je gedaan hebt, laat ik zo zeggen, dat het door iedereen gewaardeerd wordt. En, dus in feite is dat het mooiste wat er is natuurlijk. Kijk, we hebben hem meegenomen, ik heb ooit eens een keer binnen de vereniging een award gekregen als vrijwilliger. Ja. Maar dit overtreft het wel natuurlijk. Ja, dus, mooie award komt erbij. Ja, dat is geweldig. Ja. Nogmaals, het klinkt clichéachtig, maar dat is het niet. Ja, daar doe je het voor, daar ben je mee bezig. Ja. Ja.
Wat was de reactie van je vrouw dat je zoiets kreeg? Ja, achteraf wist zij meer dan dat ik dacht, dat ik zou zeggen. Dus, die was er ook super blij mee natuurlijk. Ja. Ja, die moet er ook achter staan en die staat er ook achter. Ja, dus, die gunt jou ook die vrije tijd natuurlijk. Hè? Soms wel eens een beetje, maar past het wel, past het niet allemaal, maar ja. Het is altijd nog goed gekomen. Dus, Jij bent al 42 jaar erbij. Ja. We gaan, als we allemaal samen een beetje hebben berekend voor dit interview, dan gaat VZK heel snel richting de 50-jarig bestaan, hè? Ja, want ik heb nog in ons fotoarchief nog foto's gevonden van een jubileumuitvoering, dat ik zo zeg. En met een collage gemaakt van alle teams, daar stond in 94, 95. En bij mij weten was dat bij het 40-jarig jubileum, dat was in 94, 95. Ja. Nee, dan gaan we naar 60 jaar toe. We gaan naar 60 jaar toe. Denk wel, 60 jaar. Ja, dan gaan we naar 60 jaar toe. Dan zitten we er toch naast aan. Ja, richting 60 jaar. Ja, want VZK is in 1955 en 1956 opgericht in die buurt. Ja, dus in een hele periode. En we zijn er nog steeds. Ja, en hoe lang blijf jij dit doen? Ja, zolang als het lichaam en de geest het toelaat natuurlijk, zeggen ze wel eens. Maar ik vind het spelletje nog steeds leuk. Het is wel een lager niveau natuurlijk, gewoon derde klas, gewoon lekker ballen, lekker bezig zijn, niks moet, alles mag. Kijk, nogmaals, als je weer binnen de lijn staat, dan ga je er weer voor natuurlijk. Dus, en zo af en toe een keer lekker balletje met is, dat is het mooiste wat het is. Ja, ja, en het motiveert je ook nog weer. Ja, natuurlijk. Want je blijft actief binnen die club. Ja, je kent iedereen het wordt wel iets minder natuurlijk met de jeugd, want je kent niet alle jeugdleden meer natuurlijk. Heeft ook te maken dat ik niet meer zo dicht bij de technische commissie zit natuurlijk. Maar destijds toen ik twee keer in de technische commissie zat, dan ken je bij iedereen bij naam en toenaam. Dus dan weet je ook wel waar ze in speelden, wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. Maar dat wordt wel iets minder natuurlijk. Maar, alles wordt een beetje minder, want wat mij ook is opgevallen door de jaren heen, dan bracht je een bezoek aan VZK, tribunes, stamp en stampvol met publiek. Zaterdagmiddag moesten jullie vaak spelen en het was file. Die tijd is een beetje voorbij, hè? Ja. Heeft natuurlijk ook wel met het niveau te maken. Kijk, ons eerste herenteam speelt nu tweede klas. En twee jaar geleden hebben we ons destijds het eerste team helaas terug moeten trekken. In verband met een te smalle selectie. Ja. Ja, dan moet je beslissingen gaan nemen en dan zak je hard terug. Nogmaals, het is niet... Je ziet er steeds meer in de omgeving ook en bij andere sportverenigingen, niet alleen volleybal, maar ook andere verenigingen. Maar, slash je te smal en dan val je in één keer hard terug. En dat is net hetzelfde met voetbal op televisie, Champions League trekt het meeste toeschouwers. Zaterdag vierde klas, vijfde klas, er zitten een paar man. Ja, ik wil niet zeggen dat het vergelijkbaar is natuurlijk, maar over het algemeen zie je wel de vaste kern, er zit altijd wel een beetje publiek op de tribune natuurlijk. Ja, is ook wel leuk natuurlijk. Ja. Volledige tribune spelen is ook niet leuk, maar ach, die tijd komt wel weer. Heb jij tot slot nog mensen dat je zegt dat ze werk nog wel een keer vervuld zien bij VZK? Ja, ik heb ooit, maar het is een hele verre verleden, een van de eerste periode dat ik de technische commissie was en gewoon een eigen sporthalletje, wat dan ook, gewoon een gezellig ding waar twee volleybalveldjes in liggen of zo. Ja. En dat zou het mooiste zijn om dat in eigen beheer te doen, maar dat is, is meer een utopie geworden. Dus dat, voor de rest, wij vermaken ons prima hier, zolang de sport al nog blijft. We zitten allemaal gezellig bij elkaar onder één dak. Dat is ook een voordeel natuurlijk van de laatste tijd. Ja. Gezien die ontwikkeling met de andere sport al, ik zou niet weten wat... dat de mensen naar het zin hebben, plezier hebben, dat is het belangrijkste. Plezier staat voorop hier. Iedereen een beetje naar het zin proberen te maken. Het is niet altijd makkelijk. Daar is een vereniging voor. Iedereen wil graag bepaalde tijden spelen, maar dat gaat niet altijd. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen zich happy voelt bij VZK. Ja. Ja. Dat is, tot slot Marinus, ik wens je heel veel succes nog. In je loopbaan binnen VZK, maar ook in je dagelijks leven natuurlijk. Want ook daarin speelt gezondheid een belangrijke rol. Dat geldt voor iedereen. Ja. En zo hebben wij in gesprek met een mooi stukje van de sluier iets kunnen lichten wat je uiteindelijk doet en hebt gedaan bij VZK. En wat mij betreft zijn er nog vele jaren voort, zou ik zeggen. En dan komt er nog weer een jubileum misschien voor jezelf. Ja, wie zal het zeggen. Dus, we houden de moed erin. We laten het balletje rollen. Dankjewel. Alsjeblieft.